Paul van den Driessen, politiek commentator voor VTM, maakt opnieuw de overstap naar de politiek en gaat voor de N-VA werken. Tot de vorige federale verkiezingen zat van den Driessen voor CD&V in de Senaat. Volgens de West-Vlaamse zender Focus WTV zou van den Driessen bij de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar de N-VA-lijsttrekker worden in Brugge. Van den Driessen zat eerder al voor de Volksunie in de Brugse gemeenteraad. Hij is ook woordvoerder van voetbalclub Cercle Brugge. En ik ga u daar...